momenten. Maar mikt je dan ook bewust dat je dat doet? Nee, dat niet. Het gaat allemaal bewust, het gaat allemaal zo snel. Of onbewust, maar het gaat zo snel. Maar dat je niet zegt van nou, ik zal eens dit of dat. Maar ik was er een moment treurig om als je toevallig op die lat kwam of op die paal kwam. Nee. Of de keeper hem er zelf uithaalt. En vond je dat ook zo leuk? Ja, of de keeper hem er zelf uithaalt, vond je dat wel leuk. En vond je het ook zo'n mooi geluid als die bal goed hard was en die knalde dan tegen de lat aan? Ja. Dat geluid. Ja. Maar bij 5-0 kon je ook genieten van een mooie save van de tegenstander van de keeper? Natuurlijk. Ja, als het bij 5-0 stond al. Ja, wel, had je niet met 0-0 natuurlijk. Nee, als hij neerkomt, dan moet je kijken of je hem af kan pakken. Maar er zijn de noodzaken verschillen. Wat zijn slechte goals die je gemaakt hebt? Eentje heb ik me onthouden altijd. Ja. Omdat ik hem veel teruggezien was toen met Feyenoord. Ik dacht tegen Volendam dat ik een voorzet wilde geven met mijn linkerbeen. En die raakte hij toen fout en toen ging hij... kwam hij gewoon onderkant laat, ging hij erin of zo. Of via de keeper. Maar in ieder geval, het leek een beeldschone goal. Wat was je leukste club? Leukste club. Ik heb het bijna bij andere clubs heel erg naar mijn zin gehad. Maar je mag er maar één kiezen. Ja, ik kan niet kiezen. Jawel. Misschien, het leukste heb je natuurlijk Ajax gehad tussen 12 en 17. Dat is natuurlijk de allermooiste periode. Dat was eigenlijk het leukste? Ja, is het allermooiste. En waarom was dat eigenlijk het allerleukste? Ja, ik denk dat je... Ja, waarom eigenlijk? Misschien omdat het toen ook net als om ging. Misschien omdat je daar nog door iedereen... Dat we zeggen, geholpen werd. Misschien omdat je dan het nog moest halen. Dus, ja, dat is een hoop misschien. Maar ik denk dat het... die illusie misschien. Er waren toen een heleboel talentvolle spelers in die tijd, hè? Ja. Kun je nog spelers herinneren waarvan jij dacht... die halen het ook, die het niet gehaald hebben? Jawel, omdat het verschil tussen het halen en niet halen... dat is zo klein. Je komt bepaalde normen tegen. Kun je nog jongen kinderen? Wel, toen die tijd was Splinter was er een, en Strijks was er een. De familie van de huidige Splinter, hè? Oh, dat weet ik niet. Nee, geloof ik. Ja, maar goed, ja. Strijks. En Strijks, Splinter, Arie... Van Dijk. Van Dijk, ja. Maar er waren dus een Henny Schipper en nog een paar. Die zaten dus voor weer 2-3 jaar oud als ik. En waren super voetballers. Waarom heeft Van Gaal het als topvoetballer net niet gehaald? Was het ritme. Ritme. Dus ik denk over zich goed is. Technische kwaliteit is heel goed is. Maar ja, zet de druk op de kuiten was over. Was het sneller? Handelingssnelheid gewoon. Veel sneller. Ja. Je zei net. Maar nogmaals, dan ben je geen mindere voetballer. Nee. Alleen één detail. Maar voor de top net niet dus. Voor de top net niet helemaal, zoals hij speelde. Een lekker broodje. Ja, lekker. Gaan we een doen? Ja. Osoos. Ik wil lekker half om. Ik gewoon, heb je Leidse kaas? Leidse kaas hier ook. En een eigen gemaakte kroket lust ik ook wel. Ja, zeg. Als je wil mag je dineren ook, hoor. Ja. Mag ja, dat oh, dan alleen een half om. Nee. Ik wil alleen even een half om, heer. Is dat deze? Nee, het is geen tommeltje. Het is geen tommeltje. Klaar. Ja, goed. Dat was de opleiding. Drinken nog misschien? Ja, een kopje koffie en water. Water. Lekker water. Ik ook beide. Dankjewel, Harry. Of heb je nog wat te vragen? Dankjewel. Op een mengetje? Nee. Wie is een tegenstander geweest waar je tegen gevoetbald hebt waarvan je dacht, jezus, daar word ik gek van die gozer? Nou, dan ga je meer over types, hè. Namen ben ik daar slecht in, maar als je bijvoorbeeld een type folks neemt. Bertie Vogts van Duitsland. Ja. Dat zijn natuurlijk types dat je denkt, nou, die kunnen ook aan alle kanten in de luren leggen. Maar hoe je je hoofd opkeert om te kijken wat je doet, dan is er weer voor je. Ja. Dat is het grote probleem. Je hebt ook, je wilt eigenlijk zeggen, mensen die niet zo voldoende inzicht hebben in het voetbal, want die kunnen eigenlijk niet voetballen. Nee. Maar die hebben een paar longen waar je... Die blijven terugkomen. En die blijven teruggaan. Was Zuur weer ook zo'n type waar je niet zo graag tegen hebben voetbal? Zuur is ook zo'n type waar je altijd dus mee op moet passen, want... Een goede verdediger, maar ja, als het uit een beetje minder orthodox moest, nou ja, dan ging dat natuurlijk ook. Ja. Dus je moest niet alleen opletten dat je er voorbij ging en noem maar op. Als je er voorbij was, moest je ook nog opletten. Ja. Vind jij het jammer dat soort spelers, waar we dan Zuurbier, Keizer, Zwart, Rep, dat soort spelers bij Ajax helemaal geen functies hebben? Vind je dat jammer? Als jij bij Ajax was, had je ze dan betrokken bij Ajax? Ik heb bijna altijd iedereen erbij betrokken. En... Niet omdat ze veel invloed moeten hebben, maar iedereen heeft wel iets. En daar moet je gebruik van maken. En dat wil niet zeggen dat de een of de ander nou super inzicht heeft. Dat hebben we ook niet nodig. Het gaat weer om dus een elftal. Als je nou die jeugdscoutingen neemt.
die zijn er nooit geweest zonder het gewoon iedereen erbij.